Hallo lieve Ram, welkom bij jullie maandtraining van met juli tot met augustus. We gaan dadelijk weer beginnen met twee overal energiekaartjes uit één dek. Ik pak nog een energiekaartje uit het andere dek. Zijn de decks die ik dadelijk als eerste ga gebruiken. Voor verder gaan we dan met de tarot. Kijk wel op dat de video zo meteen met je resoneert. Het kan namelijk zijn dat er dit keer jouw video of boodschap in de maanteken, venusteken of ascendanteken het zet. Ik zal beneden in de beschrijving een linkje zetten hoe je dit kunt berekenen. En dan kun jij, als jij jouw geboortetijd, geboortedatum en geboorteplek weet, kun je heel veel aan het licht krijgen. Ik merk ook dat er steeds meer mensen zijn die aangeven van ja, ik heb nu in mijn ascendant of venusteken ook een extra boodschap zitten. Dus wellicht zit daar voor jou dus ook nog in een andere video een boodschap. Maar we gaan eens beginnen met twee kaartjes voor onze lieve Ram. Nou, die gaat mee. Dat is één. Deze kaarten zijn wat stukken, dus die gaan minder makkelijk uit elkaar. Zo, eens kijken wat we hebben. We hebben zielsreis. Ik hoop dat hij scherp stelt. Leiderschap. Prachtige kaarten zijn dit, hè? Observatie. En authenticiteit. Dus lieve Ram, wat ik hier zie, is dat jouw zielsreis steeds meer in het zicht gaat komen. Dat je naar de voorgrond mag gaan treden. Dat jij je unieke jij laat zien aan de mensheid. Je bent op dit moment nog een beetje in een observerende positie. Terwijl je eigenlijk al op de voorgrond mag gaan treden. Dus ga er voor om je gezicht te laten zien of jouw kunnen te laten zien. Je hebt heel veel mogelijkheden. Je hebt echt wel een hele mooie spirituele ziel. Alleen jij houdt je eigen nog beperkt in een bepaalde... Ja, vooral wat jouw blauwdruk is. Je bent nog een beetje te afwachten, terwijl jij nu echt naar de voorgrond mag gaan treden om hier daadwerkelijk ook iets mee te gaan doen. Je hebt heel veel kracht, je kunt heel veel mensen inspireren en begeleiden daarin. En daar hoef jij helemaal niet veel moeite voor te doen, want het zal automatisch gebeuren. Oké, wat mogen we weten voor deze? Ja, dat is wel wat ik al zei. Je mag verder. Je mag iets achter je gaan laten. Maar je houdt het nog te veel aan vast. Terwijl je wel de inzichten hebt. Dat jij zelf diep van binnen heel goed weet. Wat jouw zielsmissie is. Dat je naar de voorgrond mag gaan treden. Maar op de een of andere manier houdt dit jou nog tegen. Ik pak er gelijk een extra kaartje bij. Waarom komt die af? Nou... Jij bent aan het wachten op een bepaalde communicatie of een teken of whatever. Terwijl je deze al lang hebt gehad. Je hebt die al lang gehad. En je zit nu in een positie dat je te dicht ingezoomd bent op de situatie. Maar ga eens even uitzoomen. Ga eens kijken wat er eigenlijk allemaal aan tekens al binnen zijn gekomen. Waar jij te lang aan vast aan het houden bent. En vooral als ik dan zie met de vijf van bekers, er is iets waarin een situatie is wat pijnlijk zal zijn, of in ieder geval veel verdriet met zich meebrengt als je dit achter je gaat laten. De communicatie die is er al zelf aanwezig geweest, maar toch houdt jou iets tegen. Dus er zit toch nog wel een klein stukje waar jouw aandacht naartoe mag gaan. Okay. Maar daarentegen krijgen we hier wel de aas van de koningin van munten en de aas van munten. Nieuwe stabiliteit.
Onderkant dek is de 7 van munten. Dus het is wel echt een nieuwe stabiliteit. Op financieel vlak misschien een hele nieuwe richting uitgaan. Wellicht zit je er al een hele tijd tegenaan te hikken om financieel zelf iets op poten te zetten. Een eigen bedrijf of wat dan ook. Maar dat door de onzekerheid van wat er binnen gaat komen nog niet tot stand is gebracht. Je hebt eerder zaadjes geplant die nu bijna geoogst mogen gaan worden. Maar dit is ook wat ik voel. Er zijn zaadjes die al geoogst mogen worden. Maar er zijn ook zaadjes die dadelijk niet meer echt bij jou passen. Bij jouw gedachten, bij jouw levensstijl. Maar dan ben je nog wel op aan het wachten. En dat zorgt er ook voor dat die stagnerende energie komt. Want je mag echt naar dat nieuwe stukje toe. Meer in het zicht staan, meer die leiderschapsrol op je gaan nemen. Want je zult een inspiratiebron voor velen kunnen zijn. En op hoe je dit ook zult gaan doen, dat maakt niks uit. Hè? Ga jij ook een YouTube-kanaal beginnen of ga je podcast opstarten? Wellicht ga je retreats organiseren of lezingen geven, geen idee wat voor jou van toepassing is. Er kijken natuurlijk best veel mensen. Maar dit is wel waar jouw hart van gaat stralen. Dat waar jouw zielsreis voor bedoeld is. Maar dan is het wel belangrijk zelf ook in te zien wat jouw zielsreis inhoudt. En dat je niet helemaal voor het ene gaat en dan het andere vergeet. Maar vooral die balans erin gaan vinden is het fijne. Want ik krijg het gevoel dat als jij je eigen ergens instort, dan ga je er ook echt voor 200-300% voor. Terwijl je af en toe het langzamer op mag bouwen, want dan behoud je juist een stevige stabiliteit. Ga je te snel, dan zul je ook merken dat je er misschien verdrietiger van uit... van terug gaat komen van God, ik had er een bepaalde verwachtingspatroon neergelegd. En die verwachtingspatroon is iets wat je dus neer mag gaan leggen. Dat gewoon niet verwezenlijk kan gaan worden. Want je mag een bepaalde manifestatie doen hoe je het graag zou willen gaan zien. Maar ga de hoop niet vestigen op iets wat er nog niet is. Want dat kan een hele grote teleurstelling gaan vormen voor jou in de toekomst. En dit is het stukje wat ik heel erg hier in dit gebied ervaar. En daardoor kun je ook nog een patroon niet volledig achter je laten. Maar ga je naar die voorgrond treden, zul je merken dat ook die interactie met de mensen waarmee jij gaat communiceren. Of waarin jij misschien wel jouw leven uit gaat leggen, hoe jij dingen hebt beleefd. Jouw ervaringen delen. Dat daardoor ook meer zicht gaat komen op jouw ontwikkeling. Waardoor het bij jou misschien gestagneerd heeft. Waarom jij een bepaald patroon zo hebt doorlopen. En door tips en tricks van anderen misschien. Of interactie van anderen. Vallen er bij jou ook weer puzzelstukjes. En dat is hier, als we dan gaan kijken. We hebben die observatie. Moet je eens kijken hoe dicht deze havik. Of ik denk dat het een havik is. Geen idee. Buis, dat kan ook. In ieder geval eentje die heel dichtbij staat. Die kan dan ook alleen maar dit stukje zien. Alles wat er omheen gebeurt, kun je dan ook niet meer observeren. Ga je dit vanuit een hoger perspectief wel weer terug bekijken, dan zul je ook zien dat er door die tunnelvisie wat er is geweest, ook de heel veel dingen over het hoofd zijn gezien. En daar is ook het stukje waar jij dan jouw balans verder in kunt gaan creëren. En alles heeft te maken met het volledige vertrouwen op jouw zielsmissie. Ik heb deze kaart echt al verschillende keren naar voren zien komen, ook bij andere readingen. Dus het is wel echt de periode in het collectief dat het volledige vertrouwen ergens mee te maken heeft. We hebben de aas van staven. Zojuist bij de leeuw was dat volgens mij. Of de boogschutter, dan weet ik het niet meer. Kwam deze twee keer onderkant dek naar voren, maar mocht ik nog niet laten zien omdat het de tijd er nog niet voor was. Bij jullie komt die wel al op tafel. En dat is een teken dat jij dus die leraar mag gaan zijn, dat je, of lerares. Dat je die vernieuwde energie toe mag gaan passen. Dat je dat nieuwe pad in mag gaan zetten. Die nieuwe stabiliteit neer mag gaan zetten. Jij mag die leermeester zijn.
En je mag die leiding gaan nemen. En dan zul je ook merken dat je heel veel innerlijke stukken in balans gaat krijgen. En dat er ook heel veel puzzelstukjes voor jou weer verder op je pad gaan komen. En vooral als we dan gaan kijken waar het naartoe gaat. Als jij in gaat zien dat er nu de tijd is om nieuwe stappen te nemen in jouw zielsreis. Dan zal het echt wel een hele mooie moment kunnen creëren. Waarin jij dus die volledigheid in jezelf gaat voelen. Die wensvervulling gaat dan voor jouzelf al toegepast worden. Vooral als we dan kijken met de 9 of de 8 van bekers hier op kop. Uiteindelijk kom jij hier wel bij de 9 van bekers uit. Dus als jij iets achter je laat wat niet van toepassing meer is. Waar jij in eigenlijk uit je jasje bent gegroeid. Dan zul je ook merken dat op dat moment als je dat werkelijk in gaat zien. Dat je ook dit naar de buitenwereld kunt gaan creëren. Maar dan ook echt volop ervan kunt gaan genieten. En alles wat jij dus op dat moment het universum en de mensheid inzendt, zal ervoor zorgen dat jij die andere mensen gaat inspireren. Dat je die andere mensen gaat motiveren om dan ook door te pakken. Om door die pijnstukken heen te gaan. Om door die diepere lagen heen te gaan. Als ze dus zien wat jij er al mee bereikt hebt. En als jij vertelt van ik heb ook een shitlading en gedoe meegemaakt en dit is mijn leven geweest en ik ben er zo uitgekomen. Ik heb ook mijn valkuilen gehad. En ik voel wel dat jij hier heel veel mensen in mee kunt stimuleren. En je kunt hier echt wel een bepaalde persoonlijkheid voor jezelf neer weerspiegelen naar anderen toe. Die dus zelf nog niet zo ver zijn als jij, maar wel al ook een bepaalde spiegeling naar jou kan doen in de zin van je hebt zelf ook te lang vastgehouden om dit pad te gaan bewandelen. Ik pak heel even een slokje water, moment. Want van al dat kletsen krijg ik een droge keel. Maar we gaan eens even een diepere laag leggen. Waar kan het naartoe gaan voor jullie? Nou, het zal niet zonder slag of stoot gaan. Het kan te maken hebben dat je toch misschien te veel hooi op je vork wil nemen. Dat je te goed negen neer wil zetten. Maar het mag met vallen en opstaan. Ook jij mag daarin gewoon stap voor stap gaan. Wil niet te snel. Want dan ga je jezelf voorbij. Dus we krijgen heel mooi weer die temperance kaart. Het kan zijn dat je met iemand de samenwerking aangaat. Wellicht dat je iemand gaat ontmoeten tijdens deze activiteiten van jou. Waarin jij een soort samenwerking aangaat. Waarin je dus een soort leermeester voor een ander zult zijn. Maar ook de ander voor jou. En daarin zul je merken dat je elkaar kunt ondersteunen en optimaliseren. En een zuiver balanssysteem in jezelf kunt creëren. En dat is iets waar jij, wat ik al zei, als je het snel wilt, dan kun je je neus nog wel eens gaan stoten. En dat is ook precies wat hier ligt. We krijgen de 5 van munten. Dan kun je ook weer een bepaalde neerslachtige gedachte krijgen over, zie je wel, het lukt me niet. Dit is iets waar wat echt in jouw systeem nog zit, waar je dus nog wel een blokkade hebt zitten. Als zit je dadelijk in die leiderschapsrol, wil totaal niet zeggen dat al jouw blokkades weg zijn, want dat kan ook gewoon niet. Er zullen altijd nog wel wat diepere lagen zijn waarmee jij te maken gaat krijgen. Door elk proces heen zul je weer een nieuw laagje mogen doorvoelen en afpellen en genezen en helen. Even kijken. Is het nog allemaal in beeld? Nee, ik zal het even hier neerleggen. Bij het geloof hebben we de 6 van bekers. Dus dat is wel een heel mooi stukje. Belangrijk aandachtspuntje is dus wel de zonkaart. Wordt overschaduwd met de 9 van staven.
Ga je dus te veel weer vast blijven houden aan die oude zaadjes die nog uit moeten komen, dan zal het als last gaan wegen. Ga jij dus vasthouden aan dat je niet je nieuwe pad wil gaan bewandelen, dan zul je dat dus nog best wel een zwaartekracht krijgen. Gaan we het zo bekijken, is de uitkomst wel als je hier doorheen aan het gaan bent, als je echt dat laatste restje blokkade nog op gaat lossen, dan kun je die wensvervulling krijgen. We hebben hier al de 9 van bekers, maar we hebben hier ook de aas van bekers. Dus dat maakt samen ook 10 van bekers. In eerste instantie is dat dus echt volledige ware liefde voor jezelf. Liefde gevonden in jouw werkzaamheden, wat je kunt gaan doen. Mensen verlichten, mensen helpen, ondersteunen. Maar als we dan hier verder gaan kijken, kan het ook zijn dat er toch voor jou uiteindelijk, als je dit pad gaat bewandelen, een zielsmissie pad waar je doorheen aan het gaan bent, ook iemand jouw pad gaat kruisen vanuit vorige levens. Het voelt voor mij niet dat het iemand is die je al hebt leren kennen in dit leven of van vroeger. Nee, het is echt een nieuw persoon die jouw pad mag gaan kruisen. Het is wel iemand die je hebt gemanifesteerd. Passievolle energie, iemand waar je mee kunt levelen op een dieper niveau. Maar dit is ook wel wat nog een bepaalde conflict met zich meebrengt. Vooral als we onderkant dek gaan kijken, zit de 8 van zwaarden. Je hebt deze persoon gemanifesteerd, maar als het moment daar is dat deze persoon naar je toe gaat komen, merk je ook wel dat er nog wel een bepaalde competitie in jouzelf is van oké, nou ben ik mijn nieuw pad aan het bewandelen en dan in één keer boem bats kan er iemand zomaar in één keer op mijn pad gaan komen. Hoe moet ik dit nu dan in één keer weer in balans krijgen en hoe kan ik hier nou weer meester over worden van dat ik eigenlijk het ene neer wil gaan zetten, maar dan in één keer dit ook mee geconfronteerd gaat worden. En dat zal ook met oud verdriet weer te maken hebben. Dat je het gevoel hebt dat er je even teruggetrokken wordt in de periode van vroeger. Waarin jij dus ook heel hard hebt moeten knokken voor jouw situatie. En dat dat dan ook net leek dat je benen onder je kont in één keer uitgeschopt werd. Maar dit zijn bepaalde gedachten die je zelf in stand houdt. Ook een beetje de angst om weer iemand toe te gaan laten. Angst om echt die liefde te tonen. Maar als we dan gaan kijken, want het is wel echt pure intense liefde. Het zal wel een succes gaan zijn. En dit alles, dan kun je ook echt het oude volledig achter je laten. Wat hier nog op kop ligt, kan dan wel verwezenlijkt worden. Dus ben ervan bewust dat deze persoon die op jouw pad gaat komen, dit vanuit pure liefde doet. En dat wil niet zeggen dat er per se een romantische klik moet zijn. Soulmate kan natuurlijk ook echt alleen maar in het leven komen. Ook op platonisch gebied. Maar wat ik hier voel is het wel wederzijds respect. Niet zozeer de liefde van het romantische. Maar wel echt het houden van deze persoon in een hele diepe laag. En als je dus met deze persoon gaat connecten, dan zal er echt wel een mooie stroming kunnen gaan komen. En dat heeft ook alles te maken met die samenwerking, waar je dus samen sterker in kunt gaan worden. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat die samenwerking vanuit volle liefde is, waardoor jullie nog meer mensen en lieve zielen kunnen gaan bereiken samen. Dus mocht dit jouw verhaallijn zijn, weet dat er dus nog wel iemand op je pad aan kan gaan sluiten. Wil niet zeggen dat het altijd puur om de liefde is. Het voelt voor mij hier ook heel erg dat het platonisch kan zijn. Maar dat het wel een hele diepe connectie is. Dat je merkt dat het gewoon echt zo'n sterke verbinding is. Waar je niemand kan daartussen komen. En of daar dan ooit op romantisch vlak meer gevoelens bij gaat ontwikkelen of komen. Dat durf ik niet te zeggen. Wat ik hier voel is wel dat het een intensiteit is waar jij even van overrompeld zult zijn. Een momentgevoel van thuiskomen of herkenning. Dat heeft te maken met dat jullie elkaar kennen uit een vorige leven of levens. Ik pak voor jullie nog een engelenboodschap als afsluiter voor deze reading. Wat mogen we weten? Als afsluiting voor ons lieve Ram.
zijn de engelen van begin. Om deze verandering in je leven werkelijkheid te kunnen laten worden, is het nodig het oude af te sluiten en los te laten. Nou ja, hoe mooi hè? We hebben hier dubbele bevestigingen dat je in eerste instantie het nog een beetje tegen aan het houden bent. Uiteindelijk zie je het hier wel verwezenlijken worden dat je het wel voor elkaar krijgt. En dat is precies wat ze hier gaan bevestigen. Dus je bent goed op weg. Je gaat nieuwe inzichten krijgen. Ga vooral even die tunnelvisie even veranderen. Verbreed je perspectief. Ga inzichten krijgen dat het nu echt de tijd is. Kijk eens wat een prachtige kaart het is. Hè? Dit is jouw stukje. Het is jouw zielsreis. Je mag naar het licht toe. Je mag meer mensen gaan verlichten. Je hebt zoveel kracht in je zitten. En dan heb ik het niet over spierbundels. Hè? Wellicht heb je dat ook, maar dat bedoel ik niet. Het voelt voor mij echt dat je nu ook eraan toe bent om die vernieuwde pad in te gaan slaan. En vooral als we dan kijken, wat ik al eerder zei, we zitten nu natuurlijk in die aanloopfase naar die 8-8 poort, naar die leeuwenpoort. Deze reading neem ik op. Die start dus met jullie. Met augustus eindigt die. Daar zit die leeuwenpoort in. We hebben net vorige week ook de 7-7 poort gehad. En een maand geleden de 6-6 poort. Alles is toen gestart met jou klaarstromen om nu richting deze vernieuwing te gaan. En er zijn al wat verschuivingen die ik hier zie in die eerste laag. Waardoor jij nu dus puzzelstukjes merkt die dus neergelegd gaan worden. Maar ik voel ook die weerstand nog. Maar probeer dit los te laten. Ga mee op die stroming. Maar je zult beloond gaan worden. En die beloning heeft dus te maken met iemand die jou echt kan lezen en schrijven. En of dat dit ooit op romantisch vlak verder iets gaat worden, dat durf ik nog niet te zeggen. Wellicht is dat in een volgende maand dat het naar voren gaat komen. Maar het is dus voor nu in ieder geval belangrijk om de focus op je eigen stuk te gaan leggen. En vooral op jouw zielsreis. Dus lieve rammen, ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Kijk ook altijd heel even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Want ik ben er heilig van overtuigd dat daar een boodschap voor je in zit. Vooral omdat ik heel veel synchroniciteit zie in de onderliggende readings, sterrenbeeldreadingen. Mocht je het leuk vinden om een like te geven of een comment achter te laten, vind ik dat altijd heel erg leuk om te lezen. En dan wil ik voor nu jullie een hele fijne dag toewensen en tot de volgende video. Doei doei!